Worte, liebe Zuschauer, dies. Tausende von Designern, ach was, Hunderttausende auf der Welt entwerfen all das, womit wir uns täglich umgeben. Vom Eierbecher bis zum Wolkenkratzer, vom Klodeckel bis zur Straßenlaterne, vom Rechaud bis zum leider auch Atommeiler. Alles muss ja irgendwer irgendwann erstmal entwerfen, bevor es hergestellt und gebraucht werden kann. Auch die Unterhose, das Brautkleid und die Turnschuhe. Wir haben wieder in Paris gedreht, wo die besten Modedesigner aus den verschiedensten Ländern zweimal im Jahr ihre Mode-Olympiade veranstalten. Warum doch altijd Parijs? Omdat ontwerpers in die gecultiveerde heksenketel een bijzonder goede neus hebben voor trends die ze in hopelijk succesvolle vormen omzetten nog voor de reusachtige mode-industrie of de consument doorheeft waar het naartoe gaat. Parijs voor creativiteit en vernieuwing. Milaan voor raffinement en veilige smaak. New York, daar gaat het alleen om zaken doen. En bij de rest van alles wat. Een uitstekende speurder en bedreven voorwerker voor de kledingmarkt. Karl Lagerfeld, die zich weer van zijn beste zijde liet zien. Erg lange rokken, nauw of klokrokken. De riemen voor in de taille naar beneden lopend. Brede, ronde schouders. Rok en blouse zo simpel als het maar kan in zwart-wit, nieuw in pretentie en proporties. Kostuums, jurken en mantels met hetzelfde silhouet. Zo overtuigend dat slimme imitatoren de beste dingen al lang nagemaakt zullen hebben. In New York, Korea, Tokyo. When I want to dance, I begin to feel like old romancing. Lagerfeld werkt snel en hij maakt veel, 14 collecties per jaar. Ijverig? Nou nee, want zijn immense activiteiten zijn ook zijn hobby. Benijdenswaardig, want terwijl andere ontwerpers zitten te trillen alsof ze in een ruimteschip zitten vlak voor de lancering, is Lagerfeld onbewogen als een nijlpaard. Hij zit met zijn gedachten al lang bij het volgende seizoen. De excentrieke modejournalisten Anna Piaggi, Paloma Picasso, Stéphane Audran, hier allemaal achter de schermen en goede vriendinnen, zijn daarom ook zo dol op hem. Zijn Chanel-show, een goede combinatie van Coco en Karl, opende hij heel geestig en slim met dubbelgangsters van Tina Turner, Madonna en Sade. Hij zegt dat zij hem enorm hebben geïnspireerd. Baby.
Verandering van toneel. We zijn in de reusachtige hal van La Villette, het nieuwe Parijse wetenschapscentrum. Daar toonde de invloedrijkste couturier van de nieuwe generatie wat hij onder mode verstaat. Jean-Paul Gaultier, 33, rechts in beeld. Aan geen enkele presentatie in Parijs kun je zo goed zien wat de tijdgeest in de mode is. Gaultier gooit alle oude moderegels schijnbaar omver. En dat is nou precies iets van deze tijd. Gaultier kleren en levensstijl van en voor de straat. Daarbij is de basis haast klassiek. Rijkleding en duffels in A-vorm, korte, dicht doorgestikte plooirokken, stevige laarzen met metalen neuzen, bijna alles tot de knie. Veel in opvallende kleuren met Cyrillische letters en afbeeldingen, als op postrevolutionaire Russische bioscoopaffiches uit de jaren 20. De show was net zo ongewoon als Gaultier's mode. Zo'n 100 mensen, dik en dun, modellen en meisjes, vrienden en medewerkers stappen door de hal. Met te dikke billen, te korte benen of zelfs zwanger. The family of man. Gaultier weet dat 40% van de Europese vrouwen confectiemaat 42 of groter draagt. Dat interesseert hem, want dat is de waarheid. Wie goed oplet zal meteen herkennen met welke trucs, van krulspelden tot reuzenpaardenstaarten, Gaultier zijn klassieke concept vervreemdt. En hoe verwarrend modern het resultaat is.